mijn handen in mijn zakken. Ik doe het al zo lang. Jaar na jaar stop ik slenterend mijn handen in het gevang. Mijn vader vertelt grappen, zijn handen telkens een nieuw gebaar. En ik sta met mijn handen in mijn zakken, net als Boerkenaas. U hoorde een gedicht van Maarten van Dalen en dat kun je ook terugvinden in deze bundel, vol met werk van jonge poëten uit Westerlo, Herselt en Laakdal. En daar is het boekje ook te koop in de bibliotheken. Welkom bij Bladwijzer, behalve veel leesvoer ook een uittip vandaag. In de parochiezaal van Wezel spelen ze zaterdagavond toneel. Het jaar 10 is de opvolger van Groente uit Balen. 10 jaar na de staking in de Vieille-Montagne wordt opnieuw een van de getroffen gezinnen geportretteerd. Alle ingrediënten van een goede Van den Broek zitten opnieuw in het stuk. Drama, humor en sociale kritiek. Je bent pas een groot artiest als er ook boeken over je geschreven worden. Wel binnenkort verschijnt er bij EPO eentje over Arno. Een lach en een traan, dat is de ondertitel die Gilles Deleu aan het boek gaf. Hij laat erin zien hoe Arno Hintjes de wereld veroverde met zijn eigen zachtaardige gekte. Alle mijlpalen in zijn carrière worden beschreven en je leest ook een aantal straffe interviews. Met de oma van Arno bijvoorbeeld, maar ook met collega's als Tom Barman of Salvatore Adamo. Godverdamme! Om uw intellectuele honger te stillen durf ik Frank Fouredi aan te raden. Dat is een Britse professor in de sociologie. Sinds de aanslagen in New York, Londen en Madrid wordt ons leven geregeerd door de angst, zegt hij. Niet alleen voor terrorisme, maar ook voor ziektes, kindermisbruik of milieurampen. Waar komt die angst vandaan en hoe spelen politici daar soms handig op in? Fouredi waagt zich aan de analyse. Tine Rijkmans uit Voortkapel is 11 jaar en behoort nu al tot de grote club van de vrienden van de poëzie. Pijnlijk knijpen mag niet. Lekker zacht aaien wel. Ik ruik aan zijn bruine vacht. Hij geeft mij likjes en proeft van de worteltjes. Ik en jij, Peter Wij, zijn superblij. Rolf de Jonge werd 28 jaar geleden geboren in Eikenvliet bij Bornem. En hij debuteert nu met dit vorstelijke boek over koningin Elisabeth. De Jonge is dan ook een grote fan van deze veelzijdige dame. Het is heel moeilijk te verwoorden wat haar karakter precies inhield. Het was ook heel moeilijk om een titel te vinden voor het boek. Het is heel moeilijk te omschrijven in één zin wat Elisabeth was. En het is heel moeilijk om Elisabeth in een vakje te duwen, want dat kun je helemaal niet. En dat fascineert mij. Elisabeth had wel degelijk een karakter. Ze wist wat ze wou, punt aan der lijn. En haar personeel moest daar ook aan geloven, dus ze moesten doen wat zij verlangde. Geen nee kunnen aanvaarden van andere mensen, maar zij mocht wel nee zeggen. Zij was feministe, maar ze kon dat niet aanvaarden van andere dames. Zij was ten alle tijde de koningin, zij was ten alle tijde de eerste dame van ons land. En dat moest zij ook voelen. Elisabeth heeft heel veel depressies meegemaakt. Ze heeft heel veel donkere periodes meegemaakt. Maar door op zoek te gaan en door het te vinden in de natuur, door een vogelveertje tijdens haar wandelingen te vinden, als je dat niet kunt respecteren en als je daar niet van kunt genieten, dan vrees ik het ergste. Ze was heel nieuwsgierig al van kleins af aan en ze wou van alles een beetje proeven. Nooit niet echt fanatiek, maar van alles een beetje. Een beetje communist, een beetje socialist, een beetje viool spelen, een beetje piano spelen, een beetje boetseren, een beetje schilderen. Ze genoot eigenlijk van alles wat mooi was. En op dat vlak was zij dan ook een mooi mens, want wie kan genieten van het mooie is in binnen mooi. Een van de grote kunstvrienden van koningin Elisabeth was Emile Verharen, de Klein-Brabantse schrijver die ooit zo dicht bij de Nobelprijs literatuur stond. Stefan Breys treedt graag in zijn voetspoor.
Schelde, wilde en schone Schelde, het in mij verzonken, zacht smeulend vuur der jeugd, fel of geslonken, deed gij ontvonken. Geschonken zij mij, breidt de dood zijn poort, dat in uw grond, dat aan uw boord, ik sluimeren mag en zelfs gesmoord, mijn hart uw bonzend woord nog hoort. Een gedicht van Emile Verhaeren, een van de grootste Belgische schrijvers ooit. In 1855 is zij hier geboren, in Sint-Amans aan de Schelde. Zijn ouders waren welgestelde handelaars, Franstalige bourgeoisie. Hij liep hier lagere school en ging daarna op internaat in Gent, waar hij onder meer George Rodenbach leerde kennen en de latere Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck. Hij schreef in het Frans en dat maakt hem hier in Vlaanderen veel minder bekend. Onterecht eigenlijk, want hij heeft prachtige gedichten geschreven over de Schelde, over zijn dorp, over de hele streek. En altijd met heel veel liefde. De herinnering aan Verhaeren wordt hier nog altijd heel levendig gehouden. Je hebt natuurlijk zijn standbeeld, maar je hebt ook een zeer mooie website, www.emileverhaeren.be, en dan dit prachtige museum, helemaal gewijd aan zijn leven en vooral ook aan zijn werk. Zijn debuut, Les Flamandes, zorgde meteen voor heel wat ophef in Sint-Amans. De gedichten waren ruw, maar tegelijkertijd ook wel erg sensueel. Zo sensueel dat de pastoor aan de ouders van Emile Verhaeren vroeg of ze de hele bundel, alle boeken die gedrukt waren, wilden opkopen en vernietigen. Een van die gedichten begint zo. Op stapels hooi, droog en gemaaid, strek je uit. Je torsos zijn krachtig, je borsten rond van sap. Je hoofd is een goddelijker dan de glans van een droom. En je verliefde armen omvatten je knieën. Je zou Emile Verhaeren eigenlijk kunnen vergelijken met Jacques Brel. Jacques Brel zong prachtige liederen over Vlaanderen, over de volksmens, over de aard ervan. En Emile Verhaeren deed hetzelfde in zijn gedichten. En ook in het Frans. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur. Op het hoogtepunt van zijn roem woonde Emile Verhaeren in de buurt van Parijs. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, trok hij door heel Europa om lezingen voor de vrede te geven. Maar zelf zou hij het einde van die oorlog niet halen. Le plat pays qui est le mien. In 1916, op weg naar een volgende lezing, springt hij in het station van Rouen op een rijdende trein, struikelt en komt onder een wagon terecht en overlijdt zo op een zeer tragische manier. Na veel omzwervingen kwam het lichaam van Verhaeren hier opnieuw terecht en werd hij samen met zijn vrouw in een bocht van de Schelde begraven. Vandaag de dag inspireert hij nog altijd vele schrijvers, onder meer Benno Barnard, die in Dichters van het Avondland een stuk heeft gewijd aan Verhaeren. Over het graf zegt hij dat het een prehistorische boot is die in een bocht van de Schelde ligt te wachten tot hij afdrijft naar de westrand van de aarde.